Ernie Brands, een 0-0 gelijkspel tegen ADO Den Haag. Is dat een felicitatie waard? Ja, dat weet ik niet. We gingen voor de 3 punten in ieder geval. En uiteindelijk denk ik, als je heel de wedstrijd bekijkt, een enorme spannende wedstrijd. Veel strijd, veel passie, veel vechtlust bij beide teams. Er werd veel druk gezet van allebei de kanten. Er was veel heel moeilijk om te voetballen. Toch allebei de teams hebben toch een x-aantal kansen gecreëerd. Er waren opstootjes, er waren relletjes, ja, noem maar op. Dus al met al denk ik heel leuk voor het publiek. Ik moet onze jongens een compliment geven voor de manier waarop ze weer strijd hebben geleverd. Alles hebben gegeven. Ja, het is jammer dan ook nog eigenlijk allebei de teams die een strafschop verdienden. Dat Joris die de bal tegen zijn arm kreeg en Anthony Biekman die werd vastgehouden. Als hij wat slimmer is en laat zich vallen, dan krijg je daar ook een straf. Dus dat is in evenwicht. Eerste helft vond ik heel matig, voetballend. Tweede helft was wat beter. Kans aan allebei de kanten. Een hele goede Loeken. Die ons ook in de laatste fase, Kramer die alleen doorging redden. Dus al met al heel veel, er was heel veel te doen vandaag op het veld. Ik denk ook dat je qua emoties dan heen en weer wordt geslingerd, want je wil die overwinning. Dan zie je ADO weer een paar grote kansen krijgen. Dan denk je, nou, dan is zo'n puntje ook wel mooi meegenomen. En dan kan je daar misschien uiteindelijk dan ook wel inderdaad mee leven. Ja, dat is ook zo. Je moet ook weer niet te veel door een bepaalde bril zien. En ik denk uiteindelijk dat aan allebei de kanten, ja, ik denk dat iedereen tevreden kan zijn met, je kan nooit tevreden zijn, want je wilt thuis winnen. Maar uiteindelijk moet je dan tevreden zijn met 1 punt. Het moment van deze wedstrijd is als ADO in de eerste helft scoort. Iedereen eigenlijk klaar staat voor de aftrap. En dan het doelpunt niet door blijkt te gaan. Hoe beleefde jij dat? Ja, ik zag Funzo, zag ik naar de achterlijn kijken. En die liet die bal gewoon over achterlopen. En die dus voor de rest niks. Dus hij denkt van die bal wordt gewoon genomen. En die scheidsrechter die laat doorgaan. Ja, dus ik kan me niet voorstellen dat hij gewoon die bal, als hij niet over de lijn is, gewoon zo laat lopen. Dus uiteindelijk bleek dat terecht. Het verhaal bleek uiteindelijk te zijn dat die speler die vanaf de achterlijn terugkwam buiten spel stond. Dat is de reden dat het doelpunt is afgekeurd. Oh, ja. Wat ik begrepen heb van de videoofficie zei tegen mij, die bal was toch achter geweest. Dus waarschijnlijk was dat foutieve informatie. Ja. Dan zie je dat iedereen weer klaar staat voor de aftrap. Dan heb je eigenlijk al bij zo'n tegentreffer neergelegd. En wat gebeurt er dan als blijkt dat het gewoon weer 0-0 is? Ja, gerechtigheid. Snap je? Dus Funzo reageert niet voor niks zo op die manier. Dus uiteindelijk gewoon gerechtigheid. Snap je dat jouw collega van ADO Vreese dan na afloop dan nog wel kookt over zo'n moment? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is normaal, hè. Want ik strijd voor Dordrecht, hij strijdt voor ADO Den Haag. Dus ik wil graag dat wij winnen en hij wil het andersom, dus dat is normaal. Ja. In die situatie zie je dat jullie mee, je noemde net ook al even die strafschop die jullie hadden kunnen krijgen, hè, bij het vasthouden met Biekman. Van overeen maakt hens op de doellijn, zou ook zomaar met rood van het veld gestuurd kunnen worden. Dat zat ook mee. Ja, het zit mee en zit tegen. Van allebei de kanten. Dus dat kun je wegstrepen tegen elkaar. Dus dat houdt elkaar in evenwicht. Hoe moet je nou zo'n punt inschatten? Want je houdt het gat met ADO op 9 punten. Hè? Daar verandert niets aan. Je pakt wel weer een punt. Dat is voor het gevoel, kan ik me voorstellen, ook goed. Hoe schat jij zo'n resultaat nou in? Ja, we zijn op de goede weg. We hebben weer de 0 gehouden. Veel strijd geleverd, veel passie. We gingen voor de 3 punten. Uiteindelijk is dat heel teleurstellend. Dat je dan toch 2 punten te weinig pakt. Maar van de andere kant moet je ook, als je de hele wedstrijd dan ziet, eindelijk toch tevreden zijn met tegenzin dat je 1 punt gepakt hebt. De verrassing in de opstelling. Biekman, hoe kijk je naar zijn prestatie van vanavond? In de eerste helft werd hij wat moeilijk aangespeeld, hoge ballen. De eerste keer dat hij werd aangespeeld, over de grond, was ook gelijk een schietkans. Dag voor Ricky van Aarde. Ja, hij had wat last van zijn lies, dus ik denk niet dat hij alles heeft kunnen laten zien. Maar uiteindelijk denk ik wel dat bevredigend was. Al met al een enerverende avond, waarop jullie ook nog een record pakken. Voor de 3e keer op rij geen tegendoelpunt in een eredivisiewedstrijd, was Dordrecht nog nooit gebeurd. Nee, thuis dacht ik, daar heb je het over thuis, denk ik. Ja, nou, dat is. Laat ons ook eens een paar records breken. Hè. Dus, laat dit de start zijn van een mooie reeks. Ja, zeker weten.